Pieter Tienstra, bondscoach van de Nederlandse Keertsbond. Hoe fier is het morgen Keertsen bij de jeugd? Bij de jeugd vier, denk ik. Vooral voor Ali is natuurlijk heel fier. Het is maar het oude jeugd-EK. Daar hebben we drie categorieën en alle drie het winnen. Bij de Mali iets minder vier, maar gewoon, dat komt ook omdat de Oerland meer ik mee bezig binnen. Wij zijn een van de weinige landen die ik heel veel mooie Frali bezig ben. Maar vier, ja, ik denk dat we redelijk vier zijn op dit moment. Wat doet het mooie keertsen, mooie gewone keertsen voor de jeugd? Of mooie keertsen? In ieder geval, bezig zijn met keertsen, nou, dus gewoon iets schouder ondertraind houden. Het waren natuurlijk een enorme verbetering van het voetwerk en het enorme verbetering van de ontwikkeling van de linkerhoorn. Wat doet de Keertsbond nog meer om het mooie keertsen van de jeugd? Nou, je hebt in ieder geval nou is er gewoon een selectie bezig. En volgens mij is de Tonsens is er gewoon een ploeg dat het net voor de bond was. En is in ieder geval beschikbaar hier om zelf mooie keertsen. En eigenlijk maar het vierde ontwikkelen worden en zo het gewoon weer een grote attack worden. Maar dat is net makkelijk, maar het is zo eigenlijk wel makkelijk. Hoe jong moet je eigenlijk beginnen om het mooie keertsen? Nou, in orde om hier op Njoghurt zien dat het gewoon prima is om mooie te keertsen. En hoe lang denk je dat de Mali nodig hebben nog, dus de jeugd die nog een keertje is, ontrainen is, de basisbeginselen krijgt, hoe lang is die jeugd nog bezig bij de Mali? Nou, die is nog heel lang bezig, vooral omdat wij hier maar één of twee keer in de week met een keertje bezig zijn. En de top die is gewoon dagelijks bezig. Orwikkelien ben we een week naar Italië geweest, dat is dan zijn wereldtop. Dat niveau is zo extreem heeg. Dan ben je nog lichtjaar nacht. Muurkaatsen is een internationale sport en in het Engels heet het muurkaatsen one wall handbal. Muurkaatsen wordt onder andere in de volgende landen gespeeld: België, Spanje, Amerika, Ecuador, Australië, Frankrijk, Argentinië, Canada, Ierland, Nederland. Er zijn dus Europese en wereldkampioenschappen. De spelregels, de lijnen. Als een bal op de lijn komt, is hij binnen. De spelers hoeven niet binnen de lijnen te blijven. De opslag. De opslag wordt gedaan vanuit het middelste vak. Er mag zowel ondergangs als bovenhands opgeslagen worden na één stuip. Als de bal niet over de opslaglijn terugkomt of over de achterlijn heen gaat, mag er nog een keer opgeslagen worden. Bij een foute tweede opslag wordt er gewisseld van opslag. Punten verdienen. Een speler kan alleen punten verdienen als hij de opslag heeft. Een speler krijgt een punt als zijn tegenstander de bal niet weer zonder stuit op de muur kan krijgen. De winnaar is degene die de meeste punten heeft aan het einde van de vooraf vastgestelde tijd. Als eerste een set wint, als eerste twee sets wint. Voor meer informatie over muurkaatsen, kijk op www.knkb.nl. We zijn nu drie jaar bezig. Bij de Frali is het gewoon, zitten we de wereldtop aan. Bij de Mali zijn we nog mijlen ver van de wereldtop af. Net als seizoen dat Helly binnen 2-3 hier. Ik denk dat het reëel is om maar de Frali seizoen keer bij de wereldtop binnen 2-3 hier Helly. Ja.